Hey, ja, deze hele week maak je natuurlijk kans op een mooie boek van Jeroen van Hinkel. Verwarring als je de snipperrit goed raadt. Ja. Hey, Jeroen van Hinkel. Jeroen van Hinkel was het. Ja. Dat is wat Phil Collins altijd zegt. Ja. Het boek komt vandaag uit, Jeroen. Ja, te gek. Ben je extra gespannen? Ben ik extra gespannen? Ja. Nou, dat valt wel mee eigenlijk, ja. Omdat het is zo weinig tastbaar. Ja. Want ik weet dat het vandaag uitkomt en in de winkel ligt. Ja. Maar ik kan hem niet vasthouden nog, weet je wel. Dus, En daarom hebben we een verrassing voor je. Oh, nee. Ja. Is niet waar. Ja, echt hier waar. Is mijn moeder met mijn boek. Nou, ik ga even de deur open. Oh, je gaat de deur open. Ik ga de deur even open. Hier is mijn tante met mijn boek. Oké. Okay. Oh, kijk nou. Dat is leuk. Hey, wacht even. Oh, sorry. Ik ben helemaal onder de indruk. De dochters van Jeroen komen binnen. Ja, wat lief. Wat lief. Dat had ik helemaal niet verwacht. Oh, hey, wat komen jullie doen? Wij komen je vertellen hoe trots we op je zijn, omdat het tweede boek uit is. Ja, we hebben gezien hoe hard je eraan hebt gewerkt. En daarom vinden we het heel speciaal dat wij nu het eerste exemplaar van je tweede boek aan je mogen geven. Wat mooi. Wauw, wat lief. De eerste boek wordt overhandigd op het moment door de twee dochters van Jeroen. Er wordt nu even gezoend en geknuffeld. Papa en dochters. Jeroen van Hinkel, zojuist het eerste exemplaar van je tweede boek gekregen van je dochters. Ja. Hoe voelt hij? Hij voelt solide. Hij is mooi vierkant. En het gevoel is natuurlijk heel speciaal. Want er zit veel werk in. Veel uren, veel nadenken, veel plezier. Veel frustratie ook soms. Eventjes, hoe kom ik hier nou uit? Hoe ga ik nou verder? En als hij dan klaar is en je hebt hem zo helemaal gedrukt in je hand. Ja, dat is een bijzonder gevoel. Teddy en Isabel, jullie hebben net het eerste exemplaar mogen overhandigen. Als je er zo naar kijkt, wat vind je ervan? Ja, het ziet er goed uit. Goeie kleuren. Kijk. Goeie voorkant. Dit is onze fashionista dit. Altijd kleuren combineren. Past het wel bij je overhemd? Ja, het past wel. Ja, nee. Jeroen, wat voor boek is het eigenlijk? Het is een misdaadthriller. Dus een spannend boek. Wat vooral ook ingaat op de psyche achter de karakters die erin zitten. Maar een onverwachte twist. Het gaat over gezinsdrama. Iets waar ik zelf altijd heel erg verbaasd over ben. Dat mensen dat kunnen doen. Je hoort het in het nieuws, je leest het in de krant en dan denk je echt, waarom? En ik vond dat een heel goed uitgangspunt om het tweede verhaal daaraan op te hangen. Dus dat is het. Isabel, wat wil je nog zeggen tegen je vader? Dat we ze heel trots zijn, of ik in ieder geval. Ik ook. Dat we van je houden en dat je gewoon lekker moet doen wat je leuk vindt. Ga je nu stoppen met radio maken? Ja, ik ben binnen nu. Ik heb met het uitbrengen van dit boek mijn schaapjes op het droge. Genoeg fuck you money, dus de mazzel!